Ja, je hoeft niet zoveel meters te maken, hè? Dat ligt me wel. Wat maakt iemand een goede zelfballer eigenlijk? Ja, ik denk dat je een beetje over techniek moet beschikken. Een beetje snelheid op de eerste 2-3 meter. Guido ten Katen. Hij was begin dit jaar de grote man aan de kant van de voetbalvereniging Hogeveen. Met 4 goals in de finale zorgde hij ervoor dat zijn club won van Nieuwbuinen. Nooit gedacht van die moet een keuze gaan maken. Alleen maar zalvoetballen? Ja, dat ik heb toen wel de kans gehad om bij Leekster Eagles te gaan voetballen. Maar ik heb toch besloten dat ik het veldvoetbal had voor mij de eerste prioriteit. Komende zaterdag barst de gekte van het protoswering zalvoetbal weer los. 100 clubs binnen met elkaar de strijd aan. Editie 36 alweer, hè? Ja. Begint dat te vervelen? Nee, zeker niet. Ieder jaar is weer een uitdaging. Supermooi. De uitdaging ligt vooral in de organisatie. Want het toernooi zelf zit aan haar limiet. 100 clubs is en blijft het maximum. Groter kan niet. Nee, ik denk groter. We hebben hier de handen vol aan. We zijn allemaal vrijwilligers. We doen er veel voor. We proberen het goed te houden zoals het nu is. En ik denk dat het ook verstandig is. We kunnen wel zeggen, we doen 105. We hebben de clubs ervoor. De clubs hebben ze aangemeld. We kunnen zo een hal van 5 of 2 halen van 10 clubs meer krijgen. Maar we zitten met de scheidsrechters, we zitten met de vrijwilligers. En het is nou mooi. En we moeten alle mensen, we moeten 2 halen erbij hebben. Meer organisatie. Ik denk niet dat het verstandig is. Niet verstandig, maar het zou wel kunnen. Ja, zeker. Dat kan. Want er zijn clubs genoeg en ook supporters genoeg. Elk jaar weer moeten de mensen teleurgesteld worden die voor de deur staan bij de finale. Het is hartstikke vervelend. Ik vind het voor die mensen zo vervelend. Vooral het is vaak koud, het is slecht weer. We hebben ook eens gedacht om een beeldscherm buiten te zetten, maar die mensen kunnen niet buiten staan. We vinden het mooi dat er iets te weinig is. Dat we zeggen, we hebben hier 1800 mensen in zitten, terwijl we misschien 2000 in kunnen. Dat is mooier voor ons. Als dat we zeggen, nou, het is gewoon te vol en de mensen staan voor de deur. En we kennen ook vaak de mensen die ervoor staan en zeggen van waarom mogen we er alsjeblieft niet in? We kunnen kaartjes verkopen, misschien wel voor 100 euro een stuk op een gegeven moment. Maar we moeten gewoon een rechte lijn trekken en het is niet anders. Maar wat is dat? Ja, dat is nog de goede vraag. Wat is dat? Weet jij het? Nee, ik weet het niet. Nou, wij weten het ook niet meer. Schijnbaar is de formule, wij hebben zelf ook niet in de gaten, denk ik, hoe het toernooi leeft. Het is gekte, toch? Ja, ik begrijp het zelf ook niet meer, want waar wil ik komen, waar wil ik zijn? Ze praten alleen maar over protestwering. Ja, volgende week begon protestwering. Ik weet het niet. Normaal gesproken was zaalvoetballen toch altijd een beetje bijzaak. Een leuke invulling van de winterstop in aanloop naar de tweede seizoen zelf. Maar zeker als het om protestwering gaat, is het allang geen toetje meer. Als ik voor mezelf spreek, prioriteit ligt absoluut op het veldvoetbal. En ja, voor mij is het inderdaad een mooie overbrugging. Ik bedoel, de winterstop is al vrij kort. Maar ja, je hebt het grote gros van de jongens, heb je toch nog weer een beetje aan het voetballen in de tussenliggende periode. En dat is voor ons ook niet zo verkeerd. Toch zag het eigenlijk op je cv staan. Becky Zanding, 2 keer kampioen geworden in de eerste klas. En 2 keer winst protestwering zaalvoetbaltoernooi. Ja, maar die cv heb ik niet gemaakt, die hebben ze hier bij de club gemaakt. Nee, klopt, maar het is wel zo, hè? Ja, klopt. Maar, je neemt het mee? Ja, tuurlijk. En het zijn ook gewoon fantastische ervaringen. Kijk, dat toernooi leeft niet voor niks zo. Hè? Iedereen die ooit een keer bij de finale dag is geweest, die zal dat nooit weer vergeten. Want dat is gewoon een ongelofelijke happening. En ja, ik kan me ook goed voorstellen dat spelers graag die finale willen spelen en daar willen staan. En als je dan inderdaad dat bereikt hebt, dan is dat heel mooi. Berry Zandink won protestwering dus 2 keer als trainer. Deze Guido ten Katen deed dat 3 keer als speler. Maar wat maakt een veldploeg nou een goede zaalvoetbalploeg? Je moet wel voetbalinzicht hebben. Hè? Je moet je basistechnieken voor elkaar hebben. Het inspelen, doorbewegen moet je hebben. En natuurlijk, je individuele acties moeten op peil zijn. Nou ja, voor de keeper is het continu alleen maar reactiewerk. Dus ja, het is niet gezegd dat als je op het veld een goede voetballer bent, dat je dat ook automatisch in de zaal bent. Nou, ik denk dat ik een goed kort kan draaien en schieten. Weer een kort antwoord, hè? Heb je er goed in, hè? Ja, dat ligt me wel, ja. Ja, het is de kracht van het collectief. En doordat het collectief gewoon goed staat, dat ze weten wat ze aan elkaar hebben, hebben we altijd wel een aantal individuele uitblinkers daarin. En de ene wedstrijd is dat die en de andere wedstrijd is die. En over het algemeen is dat vaak Guido ten Katen. Ja, hoe kan dat? Wat heeft die jongen?
Ja, een fantastische individuele actie en een gouden linkerbeen. Vorig jaar wonnen jullie. En daarna ging het geweldig in de tweede helft van de competitie. Had het een met het ander te maken? Ik denk het wel, ja. Het gaf ons in ieder geval een enorme boost. En ja, we zijn erin gebleven. Op 5 januari zullen we weten of Hoogeveen opnieuw de grote beker wint.